Hallo mensen van Holland Gamers. We gaan weer verder met Pokémon Ash Gray. De volgende aflevering gaan we vechten en dat gaan we nu tegen Jim. Kijken naar Pokémon's Beedrill level 17, Pikachu level 17, ja. Ik zet Pikachu voorop. Nou ja. We gaan gymmen. Waarom is er niemand? Daisy, het onderwaterballet was een groot succes. Nu kunnen we de gym houden en dat schijnt mij niet. We zijn de wereldberoemde sensationale zussen. Ja, dat ga ik allemaal niet lezen. Ja. Ah, dat is geen manager. Wat is er voor gym? The fuck is dit met deze gym? Nou, gaan we maar eens de huisjes langs. Die heeft niet zijn deur. Dan de shop maar in. Ja, die heeft zijn fiets wel heel erg duur. Misschien de zij. Maar de meisje zegt, ja, ik kwam om te vechten en ze gaf me zomaar een badge. Nou, weet je wat dan... Volgens mij is hier niks. Ik kan de gym niet eens in. Ik heb met iedereen gepraat. Moesten de zogenaamde manager hebben. Maar die hebben we niet. Nee, is ook niks. Dus wat moet ik er godsnaam doen? En dan gaan we een keertje naar de Pokémon Center. Misschien is er binnen iemand om te praten. Die kerels zeggen, ja, de checkpoint is tussen dat en dat gesloten. Rot toch. Oh. Is echt niks. Gewoon een rondje. Is niks. Is niks. Dat is een manager. Ik zie geen manager, waar moet ik die manager vinden? Nou, spoel het even door. Manager, waar ben jij toch? Zeg, niemand zegt wat. Er is hier geen zak. Nou, ik kom al naar de Cerulean Gym, maar er is niks. Als ik de andere kant op ga. Er is gewoon fucking niks. Kom maar de Pokémon in. Ik wil een van hen praten.
Oh, hier is niks. Het is boring. Nou, dan gaan we maar even... dit is niks, joh. Dit wordt een saaie aflevering. Echt boring. Als ik hier nou eens doorloop dan. Ik weet niet wat ik moet doen. Hier kwam ik vandaan, dus hier kan ik ook niks. Maar als een Pokémon spelletje helemaal niet moeilijk, maar ik kan niks. Met die Rocket niet eens tegengekomen. Er is hier niks. Er is hier niks rennen. Ik heb met iedereen wel zo'n beetje gepraat, dus ja. Gary, Jack en John. Totdat er wat gebeurde. Oh, kut. Ah, dat is allemaal onzin. Dat is veel te veel tekst. Cascade, this is what you want. Toch? Je mag het hebben. Mag, hier heb je het. Een badge is een badge. Ik ben de Saloon Trainer 2. Ik ben de vierde Session Assistant. Er zijn alleen drie Session Assistants on the run. So little sister, it's a surprise to see you back so soon. Nou, ik spoel gewoon door, want het is te veel tekst. Pikachu dan. Ja, nou, vechten. Fury attack. Poison sting. Yes, he's poisoned. Doet me niks. Fury attack. Doei, Pidgey, come on! Gust! Ik ben verslagen. Kut! Nou, ik ga het niet nog een keer proberen. Niet gelijk. Nou. Waarom werkt het ding niet? Laat Pidgey even trainen. Dan niet waarom Pikachu niet wil vechten, maar Sky. Tackle. Tackle. Een Ekans snake.
Oh, nog een keer tackle en doei. Gust. Back. Gust en doei Spiro. Ja, sorry dat ik even al die tekst niet las, maar de volgende keer gaat alles gewoon. Alles gaat gewoon goed na. Quick attack. Tackle. Doei. Quick attack. Evolueren. Nee, snel. En ik kom er nou sterker op Pokémon. Nog eentje en hij is level up. Hup. Gast. Level 18. Wat? Pidgey is aan het evolueren. Congratulations, je Pidgey evolved into Pidgeotto, hij is geëvolueerd. Kut. Ja, nu weet die Misty van weet van niks straks en dan kom ik er zo in één keer aan. Ja, bam! Dan is het vol in haar face. Ik ga nog een keertje gym in. Ik was het niet van plan om tegen jou te vechten. Totdat je me hebt betaald. Totdat je me terug hebt betaald voor mijn fiets, Romano. Maar dit is een goede... Het is goede tijd en ja... Als je de Cascade Badge wil... Moet je mij eens verslaan. Terug zo stil ben, maar ik verlies. Weer verloren. Ja, ja. Nee. Doei. Pokémon. Switch. Waarom wil Pikachu nu meedoen? Ja, la la. Fairy attack. Fairy attack. This is not a good beat drill. Yes, hij heeft de eerste alweer verslagen. Kut. Doei. Send out. Go, Pidgeotto. Ghost.
Mensen, het lukt me niet, dus ik zou zeggen... Abonneer, like, subscribe, favorite en ik zou zeggen... Doei!